Dat is wel glas, dus pas op. Blauw, 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 blauw. Mag ik met een buiten? Ja. Oh! Oh! Oranje! Wow! Oh, Sammy! En dan gaan we het krijgen, hoor. We zijn de Yes, welkom bij een nieuwe video van De Bucketjes! Ja, we hebben een gloednieuwe challenge die we gaan doen samen met jullie. En dat wordt namelijk een kleurenchallenge. Want iedereen heeft natuurlijk verschillende lievelingskleuren. Alle mensen. Ja, alle mensen. Pip, wat is jouw lievelingskleur? Regenboog en roze. Oh, en roze. Regenboog. Ja, lievelingskleur is regenboog en roze. En Sam en Jess, wat zijn jullie lievelingskleuren? Mijn kleur is blauw. Blauw? Mijn groen. En daar gaan we dus de challenge over doen. We gaan de hele middag... Echt? Ja, we gaan de hele middag gaan we doen dat jij alles in het blauw moet doen. Maar en Jesse alles hier zijn ook nog over. We kunnen met teams maken. Dat is een goed idee. Oké, okay, teen, papier, schaar. Yeah, ik mag kiezen. Oké, okay, ja, ik ga bij Jesse. Ja, ik ben Sam. Ja, okay, ja, Pip gaat voor spakken bonen. Ons meehelpen met spulletjes schuimpen. Jongens, we gaan sowieso het zwembad in. Daar gaan we zeker eens mee doen, want kijk eens hoe warm het is. Oh, het is echt zo warm in de auto. De auto staat aan zonder airco. Oh, kijk eens. Jesse, zoek je nog een baan? Ja. We zoeken nog iemand. Maar dat mag niet, dat is blauw. En wie is er blauw? Sam. Oh, maar... Jij mag hier werken. Jesse. Oké. Okay. Ik ga ook wel zoeken naar spullen. Nou, Jesse die gaat op zoek naar groene spullen. Oh. Sam die heeft Jesse, blauw. Leg het deze maar weg. Pardon. Het blauw. Nee. Maar dit mag wel. Nee, dat is blauw. Nee, je hebt helemaal gelijk. Jij mag. Dan probeert iemand te bellen dan. Oké, okay, nou, Emma en Jesse die zijn daadwerkelijk bezig. Ik weet niet zo wat hebben gevonden, maar Sam, die heeft iets. Wat heb jij? Stoelen, maar... Oh, kijk eens wel leuk. Ja! Doe maar eens, het lijkt wel een wat kies zusje Pip. Ah, oh, Jesse, daar gaat hij weer, helaas. Pip? Kijk eens. Ah, oh, Pipje. Ik ja? Ik ga een waterpistool kopen. Ja? Maar is hem wel misschien een ander kleur. Ja? Dat gaan we stiekem doen. We gaan, als we daar zijn, gaan we echt helemaal losspelen met de koudste water. Oké, okay, nou het probleem is een beetje, natuurlijk hebben we een speelgoed allemaal verschillende kleuren. En dit is wel overheersend blauw. Kunnen we dit goed of niet? Het is de meeste blauw. Dus doen we het? Ja, nou als jullie denken dat ze voor lawaai, dat is Pip op de hobbelpad. Ja? Hier een eigen badje. Oh, dat is misschien ook wel leuk. Oh, st, hij komt eraan. Verstop, verstop, achter je, achter je, achter je. Heel toevallig, je hebt ook een groene zandbak. Nee. Maar wie we gaan doen, als we niet thuis zijn, dan hebben we een groene. Nee, die geldt niet, die zit ook blauw bij. Oh nee, ja. Ja, deze. Ja, ik heb ook dat is wel glas, dus pas op. Dat is geschrokken. Maar wit is geen kleur. Nee. Em, kijk eens, dat is glas. Dat is glas, hè? Oh, ik schrok. Hij eet het hem niet. Kijk. Tada. Waar zet hij in dan? Ja, dat weet ik ook niet. Oké, okay, jongens en meisjes, nou, we hebben mega veel spullen gehaald. Ja. Hey, denk je dat wij gaan winnen, of niet? Kijk. Ik denk het. Ik denk dat wij gaan winnen, Jesse. Nou, Pim is helemaal blij met de prinskoekjes. Wat voor spullen hebben jullie allemaal gehaald? Maar Jesse, ik had wat dingetjes in gedachten. Alleen, die hadden ze helaas niet. Dat vind ik echt wel jammer, want dat had ik echt wel leuk gedaan. Koete, koete. Sam, huilie, huilie, hè? Ja. Dat is gewoon een verkatte manier om te zeggen dat ze eigenlijk gaan verliezen, want wij zijn gewoon de allerbeste. Maar we gaan nu nog even naar de supermarkt. En we gaan nog even naar de speelgoedwinkel om een leuk cadeautje te halen in de kleuren blauw en groen. Oké, okay, nou we gaan even wat eten en drinken halen, ja? Wat we gaan doen? Ja. Heel graag gewoon zo om hun eigen kant op. Wij ja? Gewoon ons eigen kijk hier dan. Ja, inderdaad. En daar gaan we. Jongens, we zijn op zoek naar blauw. Ik zie blauwe wc-papier. Oh, zeg maar op een beetje snoep hoor. Blauwe chips. Zullen we deze? Ja. Yes. Blauw, 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 blauw. Wow! Een soort AA drink, maar dan blauwe drink. Maar ze mag niet uitvallen. Jongens, en het wachten is weer op. Mama en Jesse. Mama en Jesse. Nou jongens, dit is. Sam, wat heb jij nou weer gedaan? Oké, okay, jongens en meisjes, nou, we hebben een klein beetje haast. Want aan de winst van dit auto. Er komen allemaal auto's. Twee auto's. Van een blauwe auto, dit maar. Ik zet Im en de kinderen heel even af bij de Intertoys. Want jullie gaan even iets blauws en iets groens halen, toch? Ja, even kijken nog voor iets voor in het zwembad. En ik ga heel even ergens anders heen, maar dat laat ik zo even zien. Oké, okay, nou we gaan heel even snel naar de Gamma toe, want ik heb iets heel erg leuks bedacht. Oké, okay, nou we hadden dus een bak gehaald om water in te doen, maar we kunnen hier net zo goed zand in doen. Dan hebben we de zandbak. Ja, hou maar vast. Ja, leg maar even daarop. Nou, schiet even op, Pip. Ik kan niet. Pip, schiet even op. Ik kan niet. Opschieten. We zijn thuis aangekomen, jongens. Papa.
Ja. Goed zo. Goed is zo. Ja, volgens mij wel. Niet kapot maken voordat er al drinken is. Het. Ja. Ja, Jesse is er ook. Nou, die spuit hadden we. Jesse, blijft van onze blauwe spullen af. Ga je lekker naar je groene dingen. Ga maar eens naar je eigen. Zijn onze groene? Achter, die komt er nu aan. Oké, okay, en we hebben dus zand hier voor deze bak. Ja. Oké, okay, nou ik gooi het hele op. Nou, we hebben dus vlaggetjes gaan we ophangen. Hier nog meer lampion hebben we. Een supersoker, een handdoek. Een bordje hier om mee te spelen. Hier zoiets. Geen idee. Een band om mee te spuiten. Lekkere chips. Nou, en daar komt Jess aan. Nou, behalve dan die blauwe bak. Maar de rest zijn allemaal groene spullen. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal gehaald hebben. Nee, Sam. Ik kan niet zelf lopen. Oké, nou we hebben twee zwembaden. Dat wordt de zwembad van Sam en van mij. En van Pip natuurlijk. En dat wordt de jacuzzi van Erem en Jesse. Oké, nou de bedoeling is natuurlijk dat wij de zwembaden zo leuk mogelijk gaan versieren. We gaan kijken wie de leukste zwembad heet. En dan mogen jullie op Instagram gaan bepalen wie jullie vinden dat gewonnen heeft. Maar we gaan nu even kijken wat Erem en Jesse hebben gekocht. De Mentos. Een stoel. Ja, nou Donald Duckie lezen. Een groene handdoek. Ja, we hebben tennisrackets. Oh. Alle boom opzij. Oh, die is! Oh, die vind ik wel heel erg leuk. Ja. Ja. En ja. Een supersoker. Ja. Maar die hebben wij ook, ja. Want jullie hebben wel meer. Wij hebben wel lekker shit. Ik heb een hele waterpistool. Nee. Wacht, ik ben er bezig! Oh, maar ze geven gewoon. High five. Ja, het is in ieder geval warm water. We hebben gewoon een onderzetter gedaan en die gebruiken we gewoon als hoedje. Als hoedje, oh. Groen bordje. Groen bordje. Bakje om chips in te doen en natuurlijk te drinken. Ja, rietjes, rietjes hebben we, groene rietjes. Oh, ah, jullie hebben keiveel spullen. Snoep en snoep. Snoep, ja. Jullie ik zeg tegen. Ik zeg Sam, niet zoveel snoep en jullie denken we kopen die hele winkel leeg. Top. Oh, yes, en natuurlijk een opblaaskrokodil. Opblaaskrokodil. Pas ook lekker in de jacuzzi. Gaan we al zien. Ja. Ja, nou de noedels er nog even op. Ja. Ja. Ja! Ja! Oké, okay, we gaan even omkleden. We gaan even zwemkleren aandoen. Hey! Wat, krokodil! Nou, Jess en Emily zijn daar druk bezig. Emily probeert een palmboom op te hangen. Gaat goed? Jongens, heel leuk. Maar niet zo leuk als ons gaat zijn. Ja, maar dat is... Sam. Oké, nou dat ding is opgeblazen. Die kan daar het zwembad in. Oh! Nou, de jongens die zijn omgekleed. Sam is erin. Nou, hij heeft de band hebben we hier zo. Dit water is gewoon 33 graden. Oh, Sam. Ga jij eens even heel snel naar je eigen zwembad. Oké, okay, Pip, wil jij die even naar de tafel te brengen? Oké, okay, nou we zijn druk bezig jongens. We hebben hier nog even deze voor in de zandbak, deze voor in de zandbak. Die voor op tafel. Zal ik de snoep van haar pakken? Nee, nee, nee. Zeg maar geen snoep. Pak het! Pip, pak snoep, pak snoep, pak snoep. Pak snoep. Rennen! Oké, okay, ik denk wel dat jij onze kant leuker vindt dan die van jou. Nee, dat doen we niet, hè. Goed jongens, we hebben niet echt heel goed nagedacht over snoep, Sam. Wij gaan even zoeken of we blauwe snoep hebben. Maar goed, ja, blauwe chips, die kunnen we meenemen. Blauwe, dit is ook blauw. Is er nog meer blauw hier zo? Nee, dat was het. Nee. Oké, okay, nou we zijn helemaal klaar met aankleden, jongens. We gaan eens even kijken wat er geworden is. Kijk eens, Pipje. Oh. Oké, okay, nou Pip die heeft vanaf nu gewoon haar eigen zandbak. Die hadden we nog niet in de tuin. Kijk eens, we hebben hier een minibar. We hebben lekker chippies, we hebben smarties, we hebben mentos, we hebben nog meer chips. We hebben Pip die boos is. Wat nou weer? Oh, die ligt hier in het water. Nou, zoals ik al zei, we hebben hier gewoon een minibar. Ja, tuurlijk, pak lekker wat te drinken. We hebben voor alles, we hebben energiedrank. Nou, we hebben leuke lampionnetjes. We hebben een leuke blauwe slinger. We hebben Pip in het water. We hebben een blauwe handdoek. Oh! Het smaakt gewoon nergens. Mama. Is het lekker? Gaan we even douchen met het kraantje. Ja, dat is handig. Ja, dus dan moet je even deze... Is het koud? Nou, komt ie, hè? Maar is het... Oh! Dat ging wel iets sneller. Oh!
Oh, snel het water in! Oh jongens, het is zover, het is zover, het is zover. Wat we hebben? We hebben hier blauwe kleurstof. Nou, misschien kennen jullie dit toch wel. Dat hebben we natuurlijk bij ooit een keer met Alles is Roos gedaan. Bij Pip hebben we alles roos gemaakt. Ja. Binnenkort komt er trouwens een nieuwe video van op het kanaal van Pip. Alles roos met alle andere dingen. Maar nu hebben we alles blauw. Oh, ja, en dan komt die. Wow! Zo, Pip gaat er gelijk heen. Dit is vet, jongens. Oké, nou gooi er maar bij. Het is een beetje te veel. Wow! Woe! Nou, jongens, als dit geen blauw bad is. Oh! Dan ben ik er niet meer. Hé, hey, maar dat hebben jullie niet, hè? Zo'n mooi blauw bad. Nee. Ja, maar dat is. Kijk, kijk wat voor kleur. Kijk. Oh, jammer, nou, dat is rood. Nee, kijk maar. Op de plaatje staat groen. Oké, nou, dan komt het hoor. Oh. Dan. Zo, Pip. Oké, nou, MD heeft juist een hele leuke foto gemaakt van ons hier. Zo, die kan je zien op Instagram om te kijken of dit het leukste wordt. Of we gaan nu naar die van jou en Jesse toe. Volgens mij zijn we sowieso iets vergeten met z'n allen. Wat dan? Abonneren! Jij gaat tellen. 3, 2, 1. En druk op de knop abonneren en doe een duimpje omhoog. Oké, nou, we gaan nu naar de groene gedeelte. En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik vind het wel heel vet uitzien. Mijn vingers zijn een beetje. Ik kom hier echt. Maar kijk eens wat gezellig. Nee. Oh, kijk eens, we hebben hier een palmboom. Een leuke krokodil. Maar kijk, dit ziet er wel heel erg leuk uit. Oh. Leuk uit. Oh. Oké, nou, we gaan hier ook even een mooie foto van maken. Want wie. Oh, we gaan even. Oh, we gaan even. Het ziet inderdaad wel rood uit zo, hè? Een beetje oranje. Maar het moet inderdaad een beetje, ja, hoe heet dat? Mango. Mango. Als we groot hebben, dan hebben we wel gewonnen. We hebben sowieso gewonnen. Oh, fuck. Wat doe ik? Het oranje! Ja, de tegel wel in ieder geval. Nou, dat worden nieuwe tegels. Echt waar hoor. Wat is dit? Oké, we gaan het nu zien, jongens. Oké, en... Oh. Wow, dit is wel heel... Het oranje! Ja, dat is meer gele oranje. Het gaat nog iets veranderen. Maar het is geen groen hoor, Rim. Ja, niet zo goed als die krokodil, nee. Zo, Pip. Zit je nou in één keer bij het groene gedeelte? Kijk zo. Ja, we moeten dit nog even weghalen. Het is koud. Hij loopt hier ook tegen de lat aan. Nee. Dan krijgen we echt mieren. Nee, dan krijg je echt mieren. Nee. Oh, Sam, stoppen. Sam. Oké, nou, Im die is ook even een bikini aan het trekken, want die gaat er ook even in. Kijk eens, nou, het is niet echt groen. Mijn water is groen. Oké, laten we het allemaal houden. Oké, nou, ik heb zojuist een leuke foto gemaakt, ook van hun kant. Nou, Jesse nog even een snoepje erin. Ah. Is dat zo'n visje, is dat? Wie wil er een ijsje voor jullie? Ik heb. Oh, krijgen hoor. Oh jongens, en dit is de reden waarom wij nooit de zandbak willen vanwege al die zand hier zo. Oké, nou, wat ik dus zei, laat wel op Instagram weten welke jullie nou het allermooiste vinden. Ik heb wel een voorkeur eigenlijk. Wow. Ik schreeuw helemaal rot. Ja. Ik schreeuw helemaal rot, een kind verzuimt. Als ik Goed jongens, ik schrik met helemaal de pleuris. Oké, nou, we zijn even lekker in het blauwe gedeelte gaan zitten. Kijk, ja, wauw, mooi is het, hè? Zo. Sam, wat vind jij leuk? Het blauwe gedeelte of het groene gedeelte? Ik vind dat onze zwembad mooier is, maar jullie tafel is mooier dan ons. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Mijn bad is veel mooier. Jullie tafel veel mooier. Onze tafel een beetje lelijk. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Vind jullie bad mooi blauw, met de versieringen, maar onze tafel met lekker lijntjes en zo. Dat vind ik ook wel leuk. Oké, nou, we laten het even de kijker over. Laat het dus op Instagram weten welke jullie het mooiste vinden. Of team Jesse, of team Sam. Heb je dan voor de kijkers? Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. Tot volgende keer!